Goeiedag kijkers, ik ben Sherida met het Breakfast Nieuws van woensdag 24 juli 2024. Boeva pleit voor harde besluiten om SLM van verdere ondergang te behoeden. Parlementariër Melvin Boeva van de NDP heeft een krachtig pleidooi gehouden voor de privatisering van staatsbedrijven die in zwaar weer verkeren, met een specifieke focus op de telecom- en luchtvaartsector. Boeva vindt dat de regering geen aarzeling mag tonen bij het nemen van harde besluiten om staatsbedrijven, zoals de SLM, te privatiseren. Deze discussie rond het verlieslatende SLM blijft maar voortduren. De regering is er heilig van overtuigd dat de SLM nog te redden is en denkt nog niet aan privatisering. Boeva vraagt echter om nuchterheid. Hij pleit voor gedurfde beslissingen om te voorkomen dat staatsbedrijven verder in verval raken. We moeten durven om dat soort dingen te doen. Als we dat niet doen, zullen we onze staatsbedrijven verder kapot maken. Boeva uitte ook bezorgdheid over de hoge ticketprijzen van KLM in vergelijking met de tarieven van SLM. De vragen zijn gesteld in het kader van de behandeling van enkele naturalisatiewetten. De regering zal bij de voortzetting van de vergadering ingaan op dit vraagstuk. Meer nieuws. Burgers Coronie heffen barricade na uren op. Burgers van Coronie hebben gistermorgen voor de tweede keer binnen een week de Oost-Westverbinding ter hoogte van Burnside gebarricadeerd met boomstammen. Alleen ambulances, politie, brandweer en schoolbussen mochten passeren. De barricade leidde tot files aan beide zijden van de weg, wat zorgde voor frustraties en verhitte reacties bij weggebruikers die met dringende afspraken zaten. De weg was zo'n 3 uur afgesloten voordat de barricade werd opgeheven. De bewoners van Coronie hebben deze actie ondernomen vanwege aanhoudende wateroverlast, die hun aanplant heeft vernietigd en hen heeft blootgesteld aan slangen. De pompgemalen functioneren niet goed door modder, waardoor het water niet kan wegstromen. De barricade was bedoeld om aandacht te trekken voor de noodsituatie. De bewoners gaven aan dat ze niet willen pesten, maar dat ze eisen dat het probleem wordt opgelost. Roy Molly, coördinator van het ministerie van Openbare Werken in Coronie, erkende de boosheid over het uitblijven van de zwampexcavator, die nog niet is gearriveerd. Molly gaf aan dat met een andere machine dammen worden opgeworpen, maar dat deze niet overal effectief is. De zwampexcavator, die in staat is om in water te werken, is dringend nodig. Districtscommissaris Michael Winter, die momenteel op vakantie is, heeft zijn invloed aangewend om de excavator naar Coronie te krijgen en de bewoners zijn geïnformeerd dat deze uiterlijk vandaag zal arriveren. Van doodslag verdachte BBS'er betuigt spijt. Diego U, lid van de Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname, BBS, voerde gisteren in zijn laatste woord aan dat hij enorm veel spijt heeft. Hij was eens belast met de beveiliging van leden van het Openbaar Ministerie OM, maar is thans verdachte van hetzelfde OM. De man wordt verdacht van het doodschieten van zijn overbuurman, Rivinio Ondaan, op een terrein aan de Oyama-straat. Diego U vertelde dat hij oog in oog kwam te staan met een agressieve geestesgestoorde die gewapend was met een scherp voorwerp. Voor hem was het een kwestie van leven en dood. Het was hij of ik. Hij voerde aan dat indien hij niet had gereageerd, het slachtoffer in de beklaagde bank zat. Zijn verklaring is dat hij niet naar de overburen ging om het slachtoffer van het leven te beroven. Hij ging om zijn beklag te doen nadat het slachtoffer hem had verwond aan zijn hand met een steen. In oktober doet de rechter uitspraak in deze zaak. Meer nieuws. Inheemse organisaties houden congres om uitdagingen te weerspiegelen. Stichting Mullekot organiseert, in samenwerking met de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, VIDS, en het Inheems Collectief Suriname, IXUR, het Nationaal Inheems Congres. Dit evenement vindt plaats op 7 augustus in het Lala Rookgebouw ter gelegenheid van de Dag van de Inheemse op 9 augustus. Het congres brengt inheemse volken in Suriname samen om te discussiëren over belangrijke kwesties zoals economische en sociale ontwikkeling, cultuur, milieu, onderwijs, gezondheid en mensenrechten. Het doel is om concrete beleidsmaatregelen en acties te bepleiten die gericht zijn op het waarborgen van de mensenrechten van inheemse volken. Daarnaast is het congres bedoeld om het bewustzijn over inheemse kwesties te vergroten en de integratie en coördinatie over deze onderwerpen in Suriname te bevorderen. Met deze activiteit willen de inheemse organisaties de totale inheemse gemeenschap samenbrengen om eenheid te tonen. Miss Inheems Suriname verkiezing op 8 augustus 2024. Op donderdag 8 augustus 2024 vindt in het Assuria Event Center de verkiezing van Miss Inheems Suriname 2024 plaats. Dit evenement viert de schoonheid, kracht en culturele trots van Surinames inheemse vrouwen. Deze verkiezing is een eerbetoon aan de rijke cultuur en het erfgoed van de inheemse gemeenschappen. De deelnemsters worden beoordeeld op hun culturele kennis, presentatievaardigheden en inzet voor sociale rechtvaardigheid. De winnares zal als ambassadeur van de inheemse gemeenschappen fungeren. De kandidaten zijn Jaisha Kliwon, Genine Amuita, Shanequa Convalius, Shavarissa Scholsberg, Gabrielle Biswan, Adriana Henry, Jurgita Jubitana, Deborah Karwofodi, Sheniva Krimbo, Rivana Jubitana. Het evenement begint om 17 uur, met de officiële programma van 20 uur tot 23 uur. Iedereen is van harte welkom om de viering van de inheemse cultuur bij te wonen en de prestaties van deze opmerkelijke vrouwen te volgen. We wensen alle kandidaten veel succes en kijken uit naar een prachtige avond vol trots en culturele viering. Meer nieuws. Politie Nieuw-Nickerie lost auto-inbraken op. De politie van Nieuw-Nickerie heeft een reeks auto-inbraken opgelost die plaatsvonden tussen 22 juni en 1 juli. 7 personen werden slachtoffer van deze inbraken. De verdachte, R.J., 43, werd op 6 juli aangehouden na intensief onderzoek en herkenning op camerabeelden. Bij een doorzoeking van zijn woning werden gestolen goederen gevonden. R.J. is in verzekering gesteld en het onderzoek naar de volledige omvang van de misdaden gaat door. De politie roept de gemeenschap op om verdachte situaties te melden. Simons belooft streng optreden tegen corruptie binnen NDP. Op 24 juli 2024 heeft Jenny Simons, voorzitter van de Nationale Democratische Partij, NDP, een krachtige boodschap afgegeven over corruptie binnen haar partij. Tijdens een partijvergadering in Latour stelde Simons dat geen enkele partijgenoot die zich verrijkt met staatsmiddelen bescherming zal ontvangen. Simons maakte haar standpunt duidelijk. Ifi iuko, iu begin teki moni efu mi kondre, dan iu wan ook na pu nanga pagina mi nou hori mi anu na iu tapu. Dit betekent in het Nederlands: als je gaat en begint staatsgeld te stelen, dan ben je een dief en we zullen je niet beschermen. Ik heb geen geduld voor zulke mensen. Hiermee benadrukte ze dat de partij niet zal tolereren dat leden zich verrijken ten koste van de publieke middelen. Deze harde lijn komt op een moment dat Suriname terugblikt op een periode van schandalen en corruptie, vooral tijdens de regeringen onder leiding van Desi Bouterse. Tijdens deze periode werden verschillende vertrouwelingen bevoordeeld met lucratieve opdrachten en lappen grond, wat leidde tot aanzienlijke corruptieschandalen. Een van de meest spraakmakende zaken is die van de voortvluchtige ex-financiënminister Gilmore Hoefdraat, die nog steeds betrokken is bij een strafzaak. Deze situatie onderstreept de noodzaak van strikte maatregelen tegen corruptie, zoals Simons ook erkent. Ze gaf aan dat er veel regels zijn overtreden in de afgelopen jaren en dat er behoefte is aan strengere regels om corruptie te verminderen. Simons benadrukte dat hoewel het misschien niet mogelijk is om corruptie volledig uit te roeien, het zeker mogelijk is om het aanzienlijk te verminderen. Ze gaf het voorbeeld van een situatie waarbij iemand 6 miljoen kreeg voor de aanleg van straten in een project waar hij zelf huizen verkocht, en stelde dat zulke praktijken absoluut niet getolereerd mogen worden. Simons wil het imago van de NDP duidelijk verbeteren, een noodzakelijk goed voor vertrouwen. Verongelukte autobestuurder is brandweerman Errol Huzé. De 26-jarige brandweerman Errol Huzé is omgekomen bij een auto-ongeluk op de Sitalweg in Suriname. Hij was vermoedelijk onder invloed van alcohol en raakte bekneld toen zijn auto over de kop ging en in een trens belandde. De brandweer moest hem bevrijden, maar helaas was hij al overleden. Lifeguard redt 2-jarig kind uit zwembad bij resort. Een snelle lifeguard heeft een 2-jarige jongen gered die in het zwembad van Jacana Resort was gevallen en onder water lag. De jongen werd meteen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Dankzij de snelle actie van de lifeguard is een tragedie voorkomen. De politie onderzoekt de zaak. Pakitov stapt uit politieke partij Pro. De activist en politicus Stefano Pakitov Biervliet heeft de Partij voor Recht en Ontwikkeling, Pro, verlaten. Hij was het niet eens met een regel die stelt dat je geschorst wordt als je verdachte bent in een strafzaak. Biervliet, die nog verdachte is in een zaak van vorig jaar, vindt dat alleen veroordeelden geschorst mogen worden. Na 6 jaar en veel investeringen in de partij, voelde hij zich onterecht behandeld. Politieman vast na aangifte van onzedelijk gedrag. Een politieagent is gearresteerd na een ruzie met zijn vriendin, waarbij hij zich onzedelijk en gewelddadig gedroeg. De vrouw deed aangifte en de agent is na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek loopt nog. Jonge dame, 21, verkoopt drugs om studie te betalen. In Nieuw-Nickerie is een 21-jarige vrouw opgepakt voor het verkopen van drugs om haar studie te betalen. Bij invallen in haar woning vond de politie cocaïne en marihuana. De vrouw is gearresteerd en zit vast voor overtreding van de drugswet. Tijdens een andere inval werden scherpe patronen en een handboei gevonden. Tot slot, maritieme politie arresteert 5 illegale vissers bij Matapika-kreek. De maritieme politie heeft een belangrijke actie ondernomen voor de kust van Suriname bij Matapika-kreek. Na een tip ontdekte de politie een houten vissersboot zonder verlichting. Bij nader onderzoek bleek het om een illegaal vissersvaartuig te gaan, volgeladen met een grote hoeveelheid vis. De kapitein van de boot, FF 36, kon geen documenten of geldige visvergunning tonen. Ook zijn 4 bemanningsleden, WF 36, LF 31, DF 20 en PP 53, waren zonder de benodigde vergunningen aanwezig. Ze werden onder begeleiding naar de Moenesteiger aan de Anton Drachtenweg gebracht. Het 5-tal, dat via illegale wegen Suriname was binnengekomen, werd aangehouden voor overtreding van de Zeevisserijwet en de Vreemdelingenwet. Tijdens een veiligheidsfouillering werd bij kapitein FF een GPS-apparaat aangetroffen. Het vissersvaartuig, het GPS-apparaat en de vislading zijn in beslag genomen. Dit is het voor nu. Ik ben Ellie voor RTV 48. Like voor dagelijks nieuws en abonneer voor het nieuws in je mailbox. Blijf veilig en tangboen.